Dit is nieuwsuitzending nummer 202. Ik ben eindelijk van het jubileum af. Dus ik kan al die andere 200 uitzendingen, die kan ik achter mij laten. En nu een hele nieuwe, frisse start maken. Ik wil het hebben over het racisme. Dat wordt het hoofdthema. En wat is dat eigenlijk? Wat is racisme? Ik weet wat het is, want ik ben daar slachtoffer van geweest. En dat ben ik nog steeds. Het zal iedere keer mij verweten worden dat ik op de pigmentmeter, die ken je vast wel, dat instrument. En dan moet je gewoon op je huid zetten. En dan doe je zo pliep, 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 pliep. En dan komt er een pigmentwaarde uit. En mensen zoals ik, ik heb een vrij lage pigmentwaarde. En ik heb tijden gekend waarin ik 3000, 4000 eenheden, guldens, euro's, er tegenaan smeet om iets meer pigment te krijgen. Want anders ben je een racist. Namelijk. Want als je blank bent, ben je een racist. Ik vind dat een vervelende. Ik zal eventjes deze foto even groot maken. Dus, we kunnen nu ook wat kijken. Want, hoe gaat het nou? Gaat het niet? Zit me even terug. 1 seconde. Kijk. Hier ga ik nog even een uitzending over maken. Over de platte aarde. De aarde is plat, dat kan je hier zien, toch niet? De aarde is zo plat als een dubbeltje. Die snijdt de zon voor de helft eraf. En, ja. Maar racisme dus. Ik zat dus op het terras van een kroeg. En er zei een man, en die is geboren in India. En die zei tegen mij van, jij bent verantwoordelijk voor ons leed. Ik ken een, daar heb ik een uitzending over gewijd, daar ga ik het niet meer over hebben. Met de Marco Robinson heb ik daarbij stilgestaan. Professor Dr. Marco Robinson. En een andere vrouw, die heeft ook zo'n teentje. En die heeft dan een tekort aan vitamine D3. Te weinig UV. En die loopt ook te schelden, jongen. Maar ja, ik zit hier en ik heb veel te weinig D3. En dan denk ik, ja. Is dat mijn probleem? Dus iemand komt met een tintje hier naartoe. En die voelt zich helemaal niet lekker. En die denkt, nou dan ga ik gewoon herrie trappen. En dan ga ik mijn stoelen smijten. Oh ja joh. Het maakt mij niet zoveel uit. Je mag mij afzeiken van hier tot Tokio. Ik ben er immuun voor. Want ik ben bang voor degene waar ik angst voor zou moeten hebben. Ik moet op zoek naar de liefde van degene die mij lief zou moeten hebben. En die laatste heet Christus Jezus. En voor de rest kan iedereen mijn rug op. En hier een beetje lopen zeiken over. Ja, ik. Nou, al die blanken, ik heb er nog geld van te goed. Oh ja, joh. Dus die bruino, hè? Die dacht dus echt dat hij van mijn volk, omdat wij. Hij heeft zoiets van. We moeten mensen indelen naar pigmentwaarde. En degene met te laag pigment, die gaan allemaal op de lat. En die gaan mij betalen. Want we hebben geld van ze te goed. Vanwege te weinig pigment. Nou, dat is een fucking racistisch idee. En die klootzak die mag van mij echt oprotten. Naar zijn eigen stomme kutland. En ga daar maar reggae draaien. En die vrouw die hier loopt te zeuren van ik heb weinig vitamine D3. Ja, rot op naar Suriname en ga daar lopen zeuren. Ik heb toch niet gevraagd om al die mensen hier naartoe te halen. En dat denken ze dan fucking wel, hè. Ze zien mij met mijn lage pigmentwaarde. Dan zeg ik, oh, jij hebt me hier naartoe gesleurd. En nu ga jij betalen, jongen. Ik wil een elektrisch karretje. Ik wil een woning. En ik wil een uitkering. En ik wil ook overdag leuk bezig zijn.
Ik moet die mensen bezighouden. Ik ben hun mantelzorger of zo. We hebben die lui het over. Ik laat even een pauze vallen. Niet gelijk afhaken. En mijn eerste vriendin, die heette Marcella van Eck. En dat spel je E-C-K. Eduard Christian Karel. En ze woonde naast mij met haar ouders. En haar moeder was een halfbloed Indonesisch. Zo. Ja, goed. Het was niet heel donker, maar wel dat ze ongelooflijk goed kon koken. Die vrouw kon koken, jongen. Zoals Marcella aan mij vroeg van, zullen we even bij mijn bidden tv gaan kijken, dacht ik altijd van, yeah! Want het rook daar zo lekker. Hè? En al die rotan, de rotan meubelen en rotan dingen, zo boemen. En als de moeder thuis kwam, dan was het alleen maar van, willen jullie wat drinken? Willen jullie... Oh, jullie zitten tv te kijken. Oh, dat is goed hoor. Dus ik was altijd met Marcella. Ik ging alleen maar naar buiten. We hadden een galerijflat. Ik ging naar buiten en ik ging gewoon zitten wachten tot Marcella naar buiten kwam. En dan gingen we altijd samen spelen. Als vriendjes. En het had nog wat kunnen worden tussen mij en haar. Haar zus heette Rachel. Ook een heel mooi meisje. Maar die was van de leeftijd van mijn zusje. Mijn zus Tanja heet ze. Die is 4 jonger dan ik. Dus dat was voor mij gewoon een... Ja. Marcella daarentegen, die was van mijn leeftijd. Hij was een hele leuke... Ontzettend leuk. Het is dat mijn moeder later zei van... Ja, het was altijd als jij naar buiten ging... Was je met Marcella. En zij was een bruino. Een fucking bruino. Op zijn Amstelveens gezegd. Het maakt er helemaal niet uit. En mensen gaan lopen uitmaken van ja, ik heb geld van jou te goed, omdat je hebt te weinig pigment. Of je hebt te weinig pigment, ik mag jou afzeiken. Ik dacht even niet. Dat doe je dus niet. Gelukkig is het zo dat er zijn veel mensen hier beland vanwege dat heet Koudenhoven-Kaldjergi-plan. En onder die mensen zitten heel veel mensen die het wel weten. En die zijn gewoon reuze trof. Er is gewoon niks meer aan de hand. En er zijn een aantal van die lui, die zijn totaal doorgedraaid. En ik zou echt tegen die lui willen zeggen van enkele reis, Berberia. Of waar kom je vandaan? Oké. Wij betalen 1 keer en gaan daar maar lopen zeuren. Want waarom komen die mensen hier naartoe? Waarom komen die bruino's hier naartoe? Waarom niet andersom? Waarom is er geen racismeprobleem in Indonesië? Waarom zitten er niet allemaal Nederlanders in Turkije een uitkering te trekken? Dat die Turkianen allemaal zeggen, nou zeg, al die Nederlanders hier, allemaal een uitkering en een elektrisch karretje. En dan ook nog voor oma, dan moet oma moeten luier verschoond worden. Nou, we zijn het helemaal beu. Waarom is dat niet zo? Ik geef je 10 seconden om erover na te denken. 1. Nou, dat was 1. Dan krijg je 2. Ik geef je 10 seconden. Waarom is dat zo? Nou, dat is omdat het daar in het zuiden niet te harde is. Daar loopt iedereen feest te vieren en ze lezen de fucking Bijbel niet. Ik zal het even herhalen. Dat is omdat ze in het zuiden alleen maar feest lopen te vieren en ze lezen hun effing Bijbel niet.
Dat zijn ongelovigen, dat zijn infidels. En die komen hier naartoe. En die hebben zoiets van, ja, de wereld is er om voor mij te zorgen. Dus, jullie zijn de wereld. En zorg voor mij! Zorg voor mij! En die mensen hadden moeten weten dat het niet de wereld is die voor je zorgt. Maar het is de Heere Heere die voor je zorgt. Via de liefde van Christus Jezus. En dat begrijpen ze niet. En ze komen dan hier naartoe om bijbelles te krijgen. Maar je moet je maar manifesteren als christen. En dan kan je echt gewoon gaan kijken naar welke terrasstoel je gaat pakken. Om je te verdedigen, want je vallen je aan, jongen. Ze komen echt recht op je af. Je moet nog oppassen met je woord der waarheid. Het staat ook in de Bijbel van pas op. Dat je met de paarden voor de zwijnen gooien. Want ze vertrappelen niet alleen die parels. Nee, nadat ze al de parels vertrapt hebben, vallen ze jou aan. Nou, leuk is dat. Ik zou ook echt willen voorstellen van de eerstvolgende enquête van Geert Wilders moet zijn meer of minder Nederlanders. En ik zou zeggen, die kut Nederlanders, allemaal oprotten. Weg ermee. Meer of minder kut Nederlanders, ik zou zeggen minder. Ja? Oprotten. Sodomieten ze maar op, kies maar een thuisland. He, dan geven we gewoon die mensen die hier dan heel veel zitten te doen. Ik heb helemaal niet genoeg uitkering. En ik klaag. Ja, oké. We draaien gewoon een globe, zo'n wereldbol. En jij krijgt gewoon een dartpijltje. En gooi maar waar je naartoe wil. En dan ga je daar naartoe. En dan ga je daar lekker lopen klagen. Met Thailand of zo. Weet ik veel, terug naar de Mekong-delta. Daar schijn je trouwens lekker vis te kunnen vangen. Maar kijk, iemand als wij, weet je wel, mensen zoals ons volk ging naar Zuid-Afrika. En wij konden dat land wel bewerken. Maar dan konden die bruino's niet. Wist je nog? En er was een hele wilde handel. Want vanuit Europa gingen ze met die boten over de Kaap de Goede Hoop. Maar bij de Kaap de Goede Hoop moest er allemaal kool, en bieten, uien, citroenen, allerlei meuk. Nou, dat konden die bruino's niet. En wij wel. Nou, wat is er met ons gebeurd? We zijn er gewoon uitgetimmerd. Onze oma's zijn verkracht voor onze ogen. En toen vermoord. En toen zijn wij vermoord. Door die bruino's. Daar mag je toch wel een keertje pistof over zijn, of niet? Die bruino's, dat zijn handlangers van de katholieke kuddekerk. Die zegt beroep over, racist, te weinig pigment, dat is een racist, die mag ik vermoorden en het doel heiligt alle middelen. Nou, ik dacht het niet, jongen. De volgende keer, jij en ik een baksteen. Die ik zelf natuurlijk al zag liggen. En hij niet. Want die bruino's in die tijd van de Kaap de Goede Hoop, die konden niet even die citroenen kweken. Nee joh, dat konden wij. Wij hebben, er zijn er van die Marokkanen en die denken dus echt dat hun families de afsluitdijk hebben gemaakt. Dat is gewoon niet waar. Die Marokkanen hadden niks te maken met de afsluitdijk. Toen in 1953 die watersnoodramp kwam, dan denken die Marokkanen allemaal, ja wij hebben de deltawerken gemaakt. Nee! Uno's! En dit is gewoon Nederlands. Hier wonen Nederlanders en wij praten Nederlands. Ja? Dus niet die jongen met die meisje naar die feest en die dorp. En dat is geen Nederlands. Het is allemaal de en het. En dat is niet seksistisch. Daar hebben die lui ook nog zo. Dat vind ik ook zo ergerlijk aan die bruino's. Van sommigen dan, hè? Ergelijke bruino's. Ja, of zo. Joh, dit is een meisje en dan moet je anders behandelen. Nee, natuurlijk niet. Maar als jij een vriend hebt en die zegt van, ja, ik ga met je mee naar de kroeg en dan doe ik mijn nieuwe zwembroek aan. En dat is het. En dan doe ik nog plakketjes over mijn tepels. Dan zeg ik er ook tegen die vriend van, hallo, heb ik geen zin in. Ja, lange broek aan en gewoon een trui
of een sweater of zo. En ik zie je hoofd en ik zie je handen. En voor de rest wil ik niks zien. En ik wil ook niks ruiken. Ook geen parfum, alsjeblieft. En niet je eigen opmaken of zo. Moet ik, ja. Maar die bruinhoofd, die hebben zoiets van... Ja, we gaan die vrouwen aflopen zeiken. En die vrouwen moeten boerka's aan. En die... Houd toch op, man. Je gaat echt voorbij je doel, stomme Bruno. Het helpt niet. Ik begrijp het gevoel wel. Ik heb ook omgang met vrouwen gehad. Nou, daar heb ik duur moeten bekopen. Met een nadruk op duur en bekopen. En we gaan niet zeggen dat die vrouwtjes dan maar allemaal met een burka over straat moeten. De andere kant, dat heet onderdrukking en dat helpt helemaal niet. Dat is het punt. Je moet iets niet onderdrukken, want dat wordt alleen maar erger. Je hebt een wond en dan ga je aan krabben, ja, dan ga je opnieuw bloeden. Dus over dat racisme. Regel 1. Je blijft met je tengels van de wijven af. Regel 2. Als je ziet dat er een andere man is die zich daar niet aan houdt, dan sla je hem voor zijn bek. En dan kunnen die wijven, die kunnen gewoon in de bikini over straat lopen. Je hoeft er niet de hele dag geil te zijn, klojo. Dan laat een wijfje gewoon in de bikini lekker lopen. Voor mij wat in de blote kont. Je blijft er met je tengels vanaf. En ook met je gedachten. Want Christus Jezus heeft gezegd... Sorry dat ik zo snel praat. Ik word een beetje emotioneel. Christus Jezus heeft gezegd... Hij die denkt aan overspel... heeft het al gepleegd. Dus als wij mannen... ons gewoon vrij houden van dat vrouwelijke, uiterlijke dinges gedoe. En laat die wijfjes gewoon lekker, lekker open. Je lost het niet op met boerka's. Je kan er wel een boerka overheen gooien, maar ze blijven net zo als dat ze zijn, hoor. Wat is het verschil tussen een blote vrouw en een vrouw met een boerka? Dat zijn allebei vrouwen. Die zeggen van, waar ben je laat? Ik dacht dat je al lang terug zou zijn. Voor vrouwen moet je gewoon zorgen. En die stomme bruino's. Die hebben niet in de gaten. Dat ze dat zelf moeten doen. Want zij hebben zelf ook. De meeste van de bruino's. Die hebben een uitkering. En die zijn afhankelijk van de overheid. Ja. Dus die houden hun mond wel. Die zullen nooit moeilijk doen. Want ze weten wel. Als ze moeilijk gaan doen. Ja, dan krijgen ze de. Wat voor een. Een of ander stelsel met een uitkeringsverplichting van de overheid. Dus ze moeten geld krijgen. En ze begrijpen niet dat het feit dat de overheid hun geld moet geven, wettelijk verplicht, dat er hoeft maar één klikje in de wet te veranderen. En dan krijgen ze het niet meer. Ja, welkom in Nederland. Hè. Welkom in Auschwitz versie 17.3. En die mensen moeten tegen mij niet zeuren. Zij zijn vrijwillig hier naartoe gekomen. Ze zijn gelukszoekers. En ze hebben geen geluk gevonden. Ja, maar waarom denk je dat je geluk kan vinden in Nederland? Waarom dacht je dat überhaupt? Hoezo? Waarom ben je je geluk niet gaan zoeken in het oosten van Japan? Het westen van Japan... Dat snap je natuurlijk ook wel. Het westen van Japan, dat is helemaal trampers vol met woningjes. En allemaal high-speed metro's. Maar in het oosten van Japan, dat is gewoon één koude boel. Ga daar dan zitten. Ga naar Noord-Korea. Met Kim Jong-il. Ga daar lopen zeuren. Homo. En laat ons Nederlanders alleen... met ons probleem. En wij Nederlanders hebben... even naar jullie bruinhoofd. Wij Nederlanders hebben een probleem. En dat heet liegen.
Niet dat ik lieg, niet dat mijn buurman liegt. Mijn buurman heet Cloud, die liegt echt niet. Hij kan af en toe iets zeggen waarvan ik later denk van, nou, dan ga ik er op hem af. En dan zeg ik van, ja, je zei zo en zo, maar ik hoorde zo en zo. En dan zegt hij, ja, dat klopt. Mijn buurman liegt niet. Die geeft geen valse getuigenis. Die vertelt alleen maar wat volgens hem waar is. En voor de rest interesseert het hem helemaal geen enkele k. Vies woord. Zo zijn wij. Ja. En die lui die komen hier naar binnen. En die denken van, ja, nu gaat het feest beginnen. Want in Nederland was het altijd zo fijn. Ja, waarom dacht je? Wij hebben die fucking afsluitdijk gemaakt. Wij hebben de Markerwaard ingepolderd. Wij hebben Noord-Holland helemaal ingepolderd. Wij hebben het dijkensysteem gemaakt met de Maas en de Rijn en de Waal. En dat hebben wij allemaal gedaan. Dan was het allemaal klaar. En toen dacht die mokroos, oké, dan gaan we nu zeggen dat wij dat allemaal gedaan hebben. Nee, natuurlijk niet, stomme mokro. Dat hebben wij gedaan. En voordat het klaar was, wilden jullie hier niet wonen. Maar toen al dat dijkenmateriaal klaar was, en de A12 en de A15 en de A10 en de A9 en de A1 en de A7, ja, toen het een beetje, ja, fatsoenlijk was hier. En zoals het niet is in Marokko. Want ik weet hoe het in Marokko is, man. Daar ligt het vuilnis gewoon op straat. En iedereen ploft er rond op zijn stomme kutbrommetje en blaast alles vol met koolstof. En je wordt gewoon hartstikke smerig als je daar bent. En als je s'avonds naar huis wil, nadat je een leuk bezoek hebt gehad bij tante Imalda of zo, noem een Marokkaanse naam. Maar dan moet je teruglopen, loop je door de vuilniszakken heen. Ga eens kijken in Turkije. Waarom denk je dat die mensen hier naartoe komen? Die zijn op de vlucht voor het afval. Want daar stinkt het naar afval de hele dag. Maar vooral met die zonneschijn erop. En dan komen ze hier lopen zeiken. Ja, kom op. Het is niet dat die mensen van mij per se allemaal terug moeten. De beste mogen blijven. En de rest moet, al die zeurneuzen, zou ik echt zeggen, gewoon terug, jongen. Ga gewoon terug. Je moet gewoon tegen je kinderen gaan vertellen. Ja, papa, die dag, want ik ga naar Nederland. En daar zal het allemaal goed komen. En nu ga ik terug, hoor, want in Nederland zijn ze helemaal niet aardig tegen mij. Nee, waarom? Wat kom je hier doen, überhaupt? Stel dat ik naar Marokko zou gaan, dan had ik een plan. Dan wil ik een fietsenmakerij franchise of zo. Dan ga ik iedereen fietsen geven. Ja, en dan mag ik in Marokko komen. Ja, natuurlijk, want dan heb ik iets te brengen. En die lui die komen hier naartoe om iets te halen of zo. En als ze niet genoeg krijgen, dan gaan ze lopen janken. Nou, best jongen. Dan vraag je volgende elektrische karretje aan. Mijn elektrische karretje werkt niet. Ja. Ga gewoon naar maatschappelijk werk en vraag een nieuwe aan. Formulier. Ja, maar dan moet ik een heel formulier invullen en ik kan niet schrijven. Ja. Ga je moeder vervloeken dat ze je niet heeft leren schrijven. Nog van rechts naar links, nog van links naar rechts. Laat staan van onder naar boven. Ja, ik ben in de steek gelaten door mijn ouders en ik wil nu opvang. Ja, oh ja joh. Ben ik jouw hoeder? Ken je dat verhaal uit de Bijbel van Kain en Abel? Ben ik mijn broeders hoeder? Ik heb jou niet vermoord, jongen. Jij gaat gewoon zelf lekker dood. Ergens in Gouda, als Marokkaan of Turk of zo, weet ik veel. En maar klagen. Het is allemaal in Nederland allemaal niet leuk, hoor. Ja, best, jongen. En die slavenhandel, om het even terug te keren. Dat was van de katholieke kuddekerk. De KKK. En ik ben niet van de KKK. Ik heb weliswaar niet zoveel pigment. Dus als ik naar Spanje ga, dan heb ik een tintje. En daar heb ik gewoon niet zoveel. Maar ik ben niet van de KKK. Hou dat goed in de gaten. Want anders word ik echt boos.
En dan komt er een dag en dan drinken we geen bier meer, jongen. Maar dan drinken we boos. Want dan is het afgelopen. En je gaat maar lekker je beklag doen bij de klaagmuur. Dan ga je maar net als Donald Trump en een keppeltje er naartoe. Dan ga je zeggen, oh, ik beklag me zo over mijn bestaan. Ja, maar niet meer zeuren tegen mij. Afgesproken, jullie racisten. Jullie bruino racisten. Nou, dat klonk natuurlijk een beetje boos, maar dat was alleen voor die bruino racisten. Want dat zijn echt de ergste racisten die er zijn. En ongelooflijke zielenpoten. En wij moeten medelijden met ze hebben. En hoe gaan we dat doen? Ik weet het ook niet. Voorlopig zie ik alleen maar ongelooflijke ruzie eigenlijk. En dit wordt een rassenoorlog. Namelijk van de racisten tegen de non-racisten. En ik ben van de non-racisten. Dus aan mijn kant, er staan allemaal mensen van allerlei pluimage. Wij hebben misschien niet de meeste wapens, maar wij winnen. En die stomme kutracisten, die oprotten. En dan pakken we daarna Geert Wilders. Die mensen moeten ons... Wij nemen dat Geert Wilders probleem. Dat is ons probleem. Niet hullie probleem. Die mensen schuiven mij Geert Wilders in de schoenen of zo. Ja, fok erop. Dat slaat helemaal nergens op. Jullie gaan gewoon lekker naar jullie moederland of jullie vaderland. Kies maar. Moederland of vaderland. Hè? Kies maar. Ga daar maar lekker wonen. Elke dag muziek maken. Vissen vangen in de zee. Lief doen tegen je vrouw. En dan spelen met je kinderen. En genieten van de zonneschijn. En niet hier. Weg, jongens. Het is afgelopen, misschien. Nou... Op zijn hamburgers naar deze rand scheldpartij. En terecht. Want mensen mij gaan uitschelden voor racist, hebben ze het echt met mij gehad. Dat is het allerlaatste waar je mij voor uitscheldt. Het goed begrepen, stomme racist. En dus op zijn hamburgers zag ik tjus en daglievertje.